Apothekers zijn helemaal klaar met de tekorten aan geneesmiddelen. Deze week laten ze van zich horen in een speciale actieweek. Klaar met tekorten en wij hebben geen eens middelen. Dat zijn de leuzen waarmee verschillende apothekers deze week deelnemen aan een actieweek die de geneesmiddelentekorten in de farmaceutische zorg aan de kaak moeten stellen. Ook de nieuwe apothekersorganisatie ANIMO uit de regio Nijmegen vindt het tijd voor actie en neemt hieraan deel. We merken eigenlijk als apothekers dat de geneesmiddeltekorten in Nederland steeds groter worden. Dus dat we er steeds meer last van hebben. En dat dus onze patiënten daar ook steeds meer last van hebben. En we willen eigenlijk met deze actieweken ervoor zorgen dat we er meer aandacht voor vragen, landelijk gezien. Met de actieweek willen we dus ook laten zien dat wij vinden dat onze patiënten recht hebben op de juiste middelen. En dat ze niet continu van middelen moeten wisselen. Omdat dat gewoon echt gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen. De apothekers vinden het dus belangrijk dat het probleem wordt verholpen. Deze apothekers uit onze regio zijn verenigd in een coöperatie genaamd ANIMO. ANIMO is een apothekerscoöperatie die we dit jaar hebben opgericht. En het is een coöperatie eigenlijk waarbij de meeste apotheken hier in de regio zijn aangesloten. En met deze coöperatie willen we ervoor zorgen dat we goed kunnen samenwerken als apothekers. Dus we willen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken, maar ook met andere zorgverleners in de regio, om eigenlijk de beste zorg voor de patiënt te kunnen bewerkstelligen. De prioriteiten en zorgen van de apothekers liggen dicht bij de patiënt. Ja, we vinden het ontzettend belangrijk dat onze patiënten echt de juiste zorg krijgen. En we merken dat we dat nu heel vaak niet kunnen leveren, of niet de zorg kunnen leveren die we zouden willen leveren. En door hierbij aan te sluiten hopen we dat we inzichtelijk kunnen maken wat er speelt in Nederland. Hoe onze patiënten daar last van hebben. En hoe we daar eventueel met z'n allen over na moeten denken hoe we dat anders kunnen doen. Dus hoe dat landelijk verder opgepakt kan worden. We hopen dat we toch binnen LEF volgens mij meer dan 25.000 meldingen zouden willen krijgen deze week. Nou, volgens mij zitten we echt op die koers. En als je kijkt wat we hier in de apotheek melden, ja, dan kunnen dat wel 50 meldingen per dag zijn. En dan is dat wat wij hier al melden. Dus dan hoop ik ook dat de mensen waarmee we... Sommige mensen hebben het formulier samen mee ingevuld hier aan de balie. Maar met sommige mensen hebben we ook afgesproken dat ze het thuis invullen. Dus die hebben een QR-code van ons meegekregen dat ze het formulier kunnen invullen. Ja, en dan hoop ik ook dat zij dat allemaal hebben gedaan. En dan zit je echt toch wel dik aan 50 meldingen per dag. En dan alleen in deze apotheek. Er is nog steeds een tekort aan pleegouders. Ruim 600 kinderen, waarvan de thuissituatie niet veilig of stabiel genoeg is, wachten op een tweede thuis. De afgelopen jaren is er een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl deze nog hard nodig zijn. Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt er aandacht gevraagd voor deze tekorten. Op basisschool Brakkestein krijgt groep 8 voorlichting over dit thema. Het is Week van de Pleegzorg en het doel is eigenlijk om altijd zoveel mogelijk pleegouders te vinden die voor kinderen willen zorgen. En in deze week hebben we daar extra aandacht voor. De afgelopen jaren is er een afname van het aantal nieuwe pleeggezinnen, terwijl deze nog steeds hard nodig zijn. Het aantal pleeggezinnen dat we moeten vinden, daar zit de grote uitdaging, dat er genoeg mensen zich opgeven. En tegenwoordig zitten we toch veel meer de focus te hebben op het kindgericht werven. En dat betekent dat er dus een vraag komt er binnen voor een gezin bij een kind. En dat we dan toch in de eigen omgeving van het kind gaan kijken. Want zo thuis mogelijk, in de eigen omgeving, dat is belangrijk dat we daar iets vinden. Zodat een kind in een eigen school kan blijven, bij de eigen club, bij de eigen vriendjes. Vandaag kregen de groep 8 leerlingen van basisschool Brakkestein voorlichting over dit thema. We hebben daar een quiz gedaan om ook aan kinderen in de klas te vragen van, denk je nou dat een pleegkind, dat je dat aan de buitenkant kan zien? Maar het blijkt dus gewoon dat het gaat om kinderen die een
plek hebben gehad waarin ze opgroeiden. Wat niet veilig is of niet fijn is of waar echt veel aan de hand is. Dus het zijn gewoon kinderen zoals jij in deze klas. En dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. Pleegopa Ted en pleegmoeder Sandra hebben beide 2 pleegkinderen en bieden voor hen een veilige omgeving. Vandaag waren zij in de klas aanwezig om alle vragen van de leerlingen te beantwoorden. Bij ons in het gezin, al zijn we een pleeggezin en komen de kinderen niet uit mijn buik, hebben ze gewoon een fijne omgeving, een fijn huis, veel speelgoed, we hebben leuke uitjes. En ja, meestal hebben we geen ruzie en gebeuren er gewoon fijne dingen en maken we er een leuke tijd van met elkaar. Het gaat er natuurlijk om dus dat ze weten dus dat er altijd 2 mensen sowieso klaarstaan. En in het netwerk hebben we ook heel veel mensen. En dat vertrouwen, dat hebben ze gewoon. Nou, ik ben heel erg blij met deze campagne, want het is belangrijk dat kinderen in een zo normaal mogelijke omgeving opgroeien. En de campagne heeft de slogan gekregen: jouw liefde maakt het verschil. En dat wil ik eigenlijk tegen iedereen zeggen in Nijmegen. Jouw liefde kan het verschil maken, dus geef je op als pleeghouder. NEC heeft donderdagavond het bekerduel tegen Roda JC met 5-3 gewonnen. Vooral de eerste helft was spectaculair met totaal 6 doelpunten. Na rust werd het slordig, maar door de goals van González en Hoedemakers werd de wedstrijd in het slot gegooid. Daarmee gaan de Nijmegenaren door naar de tweede ronde van de KNVB-beker. Zaterdagavond weten de Nijmegenaren wie de tegenstander wordt. De eerstvolgende wedstrijd van NEC is aankomende zondag thuis tegen Volendam. Meer daarover is te zien na deze uitzending in de NEC-update. Bruce Springsteen en zijn E Street Band geven volgend jaar niet 1, maar 2 concerten in Nijmegen. Dat maakte de concertorganisatie Mojo vrijdag bekend. Springsteen staat met zijn band ook op zaterdag 29 juni in het Goffelpark. Eerder kondigde Springsteen al een concert aan op donderdag 27 juni. De kaartverkoop voor deze eerste show begon vanochtend en liep gelijk erg hard. Reden voor de organisatie om een tweede concert in te plannen. De kaartverkoop voor deze tweede show is direct begonnen. Kaarten zijn te koop vanaf €123. Stichting Zwembad Dukenburg stopt vanwege financiële problemen met de exploitatie van Zwembad Dukenburg. Dit is de gemeente met de stichting overeengekomen. De gemeente zoekt nu een partij die de bedrijfsvoering van het zwembad voor maximaal 5 jaar overneemt. Met dit besluit wil de gemeente ervoor zorgen dat Zwembad Dukenburg voor de bewoners open kan blijven tot het nieuwe zwembad in Winkelsteeg opengaat. Slot Donnendaal was donderdagmiddag het decor van de regenboogconferentie Beuningen. Een plek waar inwoners, organisaties, partners en gemeenten samenkomen om zich in te zetten voor de LHBTI+ gemeenschap. Tijdens een aantal gespreksrondes en workshops konden deelnemers zelf actief aan de slag gaan met het onderwerp. De regenboogconferentie is een jaarlijkse bijeenkomst voor allerlei mensen uit Zuid-Gelderland om het te hebben over LHBTIQ+, personen en wat daarvoor nodig is om te streven naar meer acceptatie, veiligheid en een fijn leven. Het gaat om mensen vanuit onderwijs, vanuit zorg, beleidsmakers, maar ook gewoon mensen die hier in Gelderland wonen en samen het gesprek hierover aangaan. Deze kennis en zichtbaarheid is helaas nog steeds nodig. Op sommige punten neemt de acceptatie van deze groep namelijk niet toe, maar juist af. Ja, helaas heeft het laatste welzijnsonderzoek van Vizier laten zien dat onder andere op het gebied van veiligheid de situatie eerder achteruit gaat dan vooruit. Dat er steeds meer mensen zich onveilig voelen, onder andere in het openbaar vervoer. Dus kennis en zichtbaarheid is heel belangrijk. Aan de andere kant gaat het ook heel goed. De zelfacceptatie is juist eerder toegenomen. En als je voor jezelf hebt geaccepteerd wie je bent en wie je wil zijn, is het ook belangrijk dat je in een wereld kan leven waarin dat vanzelfsprekend is. Dus het is erg belangrijk dat er aandacht voor is. Er waren deze middag ook diverse workshops binnen verschillende thema's. Eén daarvan ging over roze ouderen. En dat ging over welke positie hebben roze ouderen in de zorg. Zijn ze kwetsbaar, ja dan nee? En de uitkomst eigenlijk was, ja, we zijn heel kwetsbaar. Want veel is bedekt. Hè? Men heeft het gevoel dat ze niet open kunnen zijn. Van vroeger uit, door omstandigheden toen. Of door onbekendheid van hulpverleners nu. Was de workshop ging over jongeren en met name dan uit de kast komen als jongeren ook. Helaas waren de 3 jongeren niet vanwege de storm, dus het was wat minder daarin. Maar wat ik
met name heb opgestoken eigenlijk is het brede spectrum wat we vandaag de dag zien. Dus in de tijd dat ik uit de kast moest komen, had je eigenlijk alleen, ja, je was homo of lesbisch en that's it. Maar het spectrum is zoveel groter geworden. En dat is iets wat wij als ouderen ook moeten realiseren. Dat jongeren met een enorme diversiteit te maken hebben nu. En dat maakt het eigenlijk best wel ingewikkeld. En dat er ook onder jongeren nog veel winst te behalen valt, is op dagelijkse basis terug te zien. Kijk maar eens rond op social media. Als je iets post tegenwoordig op dit vlak, dan krijg je zoveel negatieve reacties, haatmails, haatreacties. En de polarisatie in de maatschappij, wat op heel veel vlakken plaatsvindt, is ook bij deze aan de gang. En dat is wel iets waar we voor blijven moeten strijden, dat het niet gebeurt. Dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je het gewoon mag laten zien. Ja, na een redelijke vrijdag krijgen we vanavond en vannacht weer met de nodige buien te maken. Dat weerbeeld zal ook zaterdag voortzetten met vooral in de middag wat buien en de avond een regengebied. Het wordt daarmee een vrij onstuimige dag met windkracht 4 en een maximumtemperatuur van zo'n 11 graden. Ook zondag wordt het wisselvallig. Van tijd tot tijd zal de zon zich laten zien, maar dit wisselt zich wel af met veel buiigheid. Ook maandag blijft het wisselvallig, hoewel het aantal buien dan iets minder zal zijn, blijft de komende dagen een frisse 12 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van vrijdag 3 november. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update in aanloop naar de belangrijke thuiswedstrijd van zondagmiddag tegen FC Volendam. Aansluitend praat Tom je weer helemaal bij rondom de nieuwste bioscoopfilms. En dan kan jouw weekend pas echt beginnen. En maandag zijn we weer bij je terug. Dus graag tot dan en een heel fijn weekend.